Hoi, ik ben Robbie van der Veen en ik sta op het CDA-lijst nummer 16. Dus stem op mij. Robbie van der Veen staat al jaren op de Haagse Markt. Hij heeft de politiek niet zelf opgezocht, de politiek vond hem. Ik was door meerdere partijen gevraagd, omdat misschien toch wel mijn ideeën die zijn opgevallen, denk ik, vooral hoe ik denk. Welke partijen hebben jou gevraagd dan? Nou, ik ben ook door Groep de Mos gevraagd. En uiteindelijk voel ik me bij het CDA denk ik wat meer op mijn plaats, omdat dat gewoon wat een rustigere partij is dan Groep de Mos. Alsjeblieft. Hey, hartstikke bedankt. Doe ze het goed in Limburg. Zeg maar dat we een mooie Haagse markt hebben. He? En ideeën heeft hij te over. Hij weet precies waar hij zich in de politiek hard voor wil maken. De bureaucratie. Ja, ik maak me erg hard voor minder regels en meer ondernemen. Want vergunningen aanvragen bijvoorbeeld duurt soms maanden. Robbie van der Veen voelt zich dus thuis bij het CDA. Ook bij de C van de partij. Mijn opa ging vroeger naar de kerk en ik ging vroeger zelf ook wel eens naar de kerk. En het is niet dat ik iedere week naar de kerk ga, maar ik geloof wel dat er iets is, meer dan. Dus ja, ik bedoel, oké, er is niks mis mee met een christelijke partij. Ik bedoel, wat ik heel erg vind en dat is wat we natuurlijk de laatste jaren gewoon eigenlijk wel een beetje het spoor bijster zijn, is dat we natuurlijk normen en waarden niet meer zo hoog ingeschat worden. Ja, kijk, we hoeven niet allemaal het liefste jongetje van de klas te zijn, maar ik denk dat het best wel belangrijk is dat er gewoon normen en waarden bijgebracht worden. Hey, fijne dag. Hey, hetzelfde. Doei.